Hi, goedemorgen. Er is een klein rommeltje achter mij. Maar de was is binnengekomen, tenminste binnengekomen, van zolder afgekomen. Dus ik moet even opruimen zometeen. Maar ik dacht, ik ga eerst even lekker met jullie opmaken. En dan ga ik lunchen, dan ga ik naar de bioscoop en dan ga ik de was opruimen. Ik heb een hele spiky knotas. Ja. Raar knot. Ik pak even een mascaraatje erbij die ik wil gebruiken. Gewoon omdat ik het nog een keer wil gebruiken. Ik heb wat nieuwe spullen, maar niet alles nieuw. Dus we gebruiken de Chanel. Dit is de Chanel Le Beige. En die ga ik gebruiken met. Ik ga eerst een beetje primer opdoen voor de extra hydratatie. Dat vind ik altijd fijn. Zo. Ik gebruik die met, ik heb hem al nat gemaakt, maar ik heb het hier. Dat komt dan in zo'n zakje. Dat is de Boozy Shop Complexion Sponge. En nu heb ik hem nat gemaakt en uitgeknepen en nat gemaakt en uitgeknepen. En dan knijp ik hem weer een handdoekje nog een keer uit. En dan ziet hij er zo uit. Van ongeveer zo groot. Hij is niet super zacht. Kleine pompjes bij Chanel altijd. Ja, ik gebruik even mijn vingers, want mijn plaatje is vies. Hoor je dit? Hij is niet super zacht. Ik heb de sublimage van Chanel in de kleur BR12. Dit is de kleur BR10. En eigenlijk is die net iets te geel naar mijn zin. Maar goed, dat een beetje getint lijken. Kijk, het matcht wel verder goed hoor. Dat is niet zo erg. Daardoor heb je ook geen bronzer en zo meer nodig. Maar dit is gewoon wel mijn kleur. Alleen verkeerde ondertoon. Nou ja, verkeerd. Het is gewoon een neutrale ondertoon. Maar ik heb wel een neutrale ondertoon. Maar dan neigt iets meer naar de koeltonen. Ik merk gewoon dat koeltonen beter bij mij staan. Laat ik het zo zeggen. Oké. Het is niet de meest zachte spons. Maar zeker wel prima hoor. Hij pakt wel wat product op, zie je dat? Maar hij blendt het verder wel gewoon goed, dus ja. We doen luxe. We nemen de Dior Concealer. Dit is de kleur. Oh, die valt de helft weer om. Blijf. Dit is de kleur 1 volgens mij. Je hebt nog één kleur lichter dan dit. Maar deze kleur matcht wel heel goed met de foundation.
de Le Berge. Ik zal even goed zeggen. Dit is de Le Berge Healthy Glow Foundation. Maar dit is niet een bijzondere. Dit is op zich wel mijn, nou ja, een van mijn favorieten. Zeker van Chanel. Maar dit is niet een bijzondere, hele glowy foundation, zeg maar. Ik neem ook de Dior poeder even. In ieder geval voor de onderogen. Ik neem daar nooit een hele oplichtende poeder voor, want dat hoeft voor mij op zich niet. Ik ben niet op zoek naar die look, zeg maar. Goed. Ik heb kwasten besteld bij de Boozy Shop. Allereerst. Oh, ja. Wat losse kwasten. Ik heb deze van Essence besteld. Zo. Dit is een dubbelwandige, zeg maar. Daar heb ik al een van en die vind ik heel fijn. Dus die heb ik besteld. Dan had ik als freebie, kreeg ik er volgens mij een highlighter brush bij. Het staat er nu volgens mij niet op wat het is. Dan heb ik een soort smudger brush voor je ogen. En ik heb een zo'n geëngelde blending brush. En die had ik eigenlijk bedacht voor. Oh, het staat er wel op. Angled blending brush. Voor bronzer en zo. Nou, gaan we het eerste pakketje openmaken. Oh ja, als freebie. Die highlighter brush was dus niet de freebie. Kreeg ik een detangle brush erbij. Heel benieuwd naar. Oké, goed mee ASMR hiermee. Voelt heel licht, heel plastic, heel. Maar ik was gewoon benieuwd naar, dus ik dacht, die proberen we een keer. En dan de brush set. Die was uit mijn hoofd. Van 70 voor 30. En ik zat er eigenlijk al een tijd naar te kijken. En ik vind de Boozy Shop kwasten heel fijn over het algemeen. Dus ik dacht nu van, nou, dan doe ik het maar. Ik doe wel even mijn bril op, zodat ik op de kwasten kan lezen wat is. Ik heb hier een blender brush voor je ogen. Hier heb ik een ronde concealer brush. Dus die gaat dan hierbij. Dan heb ik een shader brush. Dan heb ik een eyeliner brush. Dat vind ik wel fijn, want zo één heb ik nog niet. Dan heb ik een powder brush. Hele fluffy kwast. Dan heb ik een kleine contour. Ik denk waar dit me ideaal voor lijkt. Voor in de putty bronzer van Elf. Dan heb ik een angled brow brush. Dan zit er in een ronde foundation brush. Nou ja, goed. Die is ook goed voor cream producten en zo. Dan heb ik een pencil brush. Dan heb ik een stippling brush. Kun je ook cream producten mee doen. Een blush brush. Dan heb ik hier nog een highlighter brush. Maar die is dan echt kleiner dan deze. Ik denk dat ik dit fijner vind. Maar goed, dat geeft niet. Dan heb ik een tapered blending brush. En ik heb een angled shader.
Dit is, zijn mijn favorieten. Dat heb ik gekocht. Dat was de hele set. Maar, toen zag ik dat ze van Revolution Pro... Is het van Revolution Pro? Ja, van Revolution Pro. Zo'n make-up tas hebben in het roze. Maar dan, hier staat dan in het goud Revolution Pro op. Ja. Toen dacht ik, dit lijkt mij ideaal voor everyday make-up. Dus ik ga binnenkort weer Shop My Stash en dan gaan we hier alle everyday make-upjes in bewaren. Maar goed, ja. Wat ik ook heb gekocht is de Pure Nude Baked Blush van Essence. En dit is de kleur Rosy Rosewood. Nou. Oh, heel zacht. En die ziet er zo uit. Dus die gaan we proberen. Ik ga niet contouren, want ik heb al een beetje klus op. En ik gebruik dat dan voor de nieuwe... Jeetje, ik kan het gewoon niet lezen. Meestal niet anders komen. De Angled Blending Brush. Wow. Oh. Oh, woepie. Eén keer is genoeg. Eén keer erin dippen. En dan blenden, 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 blenden. Deze is echt te veel. Hier gaan we even met de spons overheen. Een beetje... Heel heftig pigment. Mooie blush, ja. Mooie kleur ook. Maar heel heftig. Ik ga even mijn ogen doen. Nee, mijn wenkbrauwen. Met de nieuwe Catrice Brow Stick. En mensen zeggen, ik krijg er geen pigment uit, heb ik wel gehoord. En ja, ik heb daar niet zoveel last van. Zoals we kunnen zien. Het is een beetje waar je wat lichter... Ik heb aan het uiteinde worden mijn haartjes wat lichter, zeg maar. Ja, daar druk je dan gewoon iets harder. Het is een hele waxy, een heel waxy product. Ja. Ik heb als highlighter. Ga je even mijn bril opzetten hoor. En dat gebruik ik bijna niet hoor. Een highlighter, maar goed. Het is een Bubble Balm highlighter. Van Makeup Revolution. En dit is de kleur Rose Gold. Herkennen we deze? Dit is een dupe van de Huda. Oh, dat kan ik. Ik kan mijn live niet open. Dit is een dupe van de Huda. En Catrice heeft ze ook zo een. Ja, geeft wel heel mooie kleur. Even kijken. Ik ga dat proberen. Want ik ga daar niet mijn nieuwe... Ik ga dat proberen met de Small Contour Brush. Kijk eens. Ja hoor. Ik swirl hem er gewoon een beetje in. Kijk eens hoe leuk. Mooi. Zien jullie dat? Wat leuk. Ja, ik vind dat een leuke product. Ik hou ervan. En dit kwastje doet dat ook prima. Is net groot genoeg, zeg maar... Ik hou niet van zo'n streep. Het mag voor mij wel een beetje meer geblend zijn. En een beetje op de neus.
Ja, heel leuk. Goed, zal ik dan ook gaan poederen met de nieuwe poeder. En dan gebruik ik mijn Catrice Healthy Glow poeder voor. Deze is wel wat minder... stevig. Dan mijn eigen. Maar hij lijkt wel genoeg producten te doen. Want het voelt helemaal droog aan verder. Ja. Het volgende product wat ik had gekocht. Die had ik nog niet. Ik heb überhaupt geen 5 in de box van Catrice. Maar dit is de nieuwe. Dit is de 5 in de box mini eyeshadow palette. In de kleur Diamond Lavender Look. Nou, die hebben we natuurlijk allemaal al 1000 keer voorbij zien komen. Maar ook, ik ga er een keer mee spelen. We beginnen met deze tweede kleur. Want dat vind ik eigenlijk de mooiste. Het is een beetje een soort mauve taupe-achtige kleur. En die stempel ik. En dan ga ik hem zo naar binnen vagen. Nogmaals, ik hou van een ronde look. Ik heb een beetje, heel oneerbiedig, een spleetoogmodel ogen. Dus ik hou van een ronde look. Dus ik trek het wel een beetje zo naar buiten hier. Het is heel poederig. Maar de kleur is echt heel mooi. Ik heb ook nog een nieuwe eyeliner gekocht, zie ik. Dan gaan we met de shader brush een klein beetje van die donkere kleur aanbrengen. Hier. Eigenlijk alleen maar even om het hoekje wat donkerder te maken. En dat doe ik dan gelijk ook onder de oog. Zo voor de helft. Dat is donkergrijs. Maar dan is het gelijk mooi. En dan neem ik de pencil brush. Daar zou ik het normaal mee gedaan hebben. Even uitvegen. En dan neem ik... ja, dit maakt mij eigenlijk altijd nooit zoveel uit, hè. De lichtste kleur, deze. Voor de binnenkant en het ooglid. Want de binnenkant is bij mij niet hooded, zeg maar. Dus die wil ik altijd... Ik doe niks aan de binnenkant van mijn ooghoeken, want daar kan ik gewoon niet tegen. Dat gaat jeuken bij mij. Dit is een hele mooie, lichte, wittige shimmer. Zie je dat? En moet er een beetje uitblenden. Nou, daar kan ik deze dan wel voor gebruiken, de blending brush. Dan heb ik van Relove. En dat is... ik wou zeggen, waar is nou mijn mesje? Niet mijn merk. Zoals we weten. Ik heb daar een keer wat van geprobeerd. En heb toen eigenlijk alles weggedaan. Ik weet niet. Ik kan over het algemeen heel goed met de Revolution producten. Het is heel raar, maar bij dit plasticje zit niet zo'n kartelrandje. Weet je wat ik bedoel? Dat je hem zo eraf kan trekken.
Dus je moet even zelf een openingetje maken. Heel apart. Maar goed, ik zag deze enorme eyeliners. En ik was wel heel benieuwd naar de kleur eigenlijk. Dus ik dacht, nou, dat is misschien wel leuk. Bij de coole look doe ik het ook even. Ja, het enige daardoor is, nog steeds verkouden, horen jullie dat? Dat, het is een heel hard potlood, merk ik. Nou, het voordeel is dat blauw echt blauw wordt. Het nadeel is dat het lijkt alsof je gehuild hebt. Ik ga even de rest van de oog... look. Nog een beetje van die donkere paarsige kleur doen. Zo. En dan even de wimpers krullen. Ik heb nog een nieuw product, maar mascara heb ik niet nieuw. Want ik dacht, ik gebruik deze van Chanel. Daar was ik niet heel groot fan van. Maar inmiddels is die even opgedroogd. Wat ouder bedoel ik daarmee. En wil ik het dan toch eigenlijk nog wel eens proberen. En dit ziet er niet heel slecht uit. Over het algemeen gooi ik na 3 maanden geen mascara's weg, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, dat gebeurt er altijd met die... Dit is zo'n hard borsteltje, zeg maar. Zo'n siliconen borsteltje. Nog even een laagje. En als je dan niet voorzichtig genoeg bent, dan dunk. Over het algemeen hou ik liever van gewone vezelborstels. Maar geen paniek. Even dat opdrogen. En dan veeg je het gewoon weg. Ja. Oké. Okay. Best oké, okay, die mascara zo. Ik ben benieuwd wat het doet als ik het zo meteen het merendeel van de dag op heb. Dan hebben we de Pout Balm. Revolution heeft een Pout Balm, Lip Balm. Conditioning Lip Balm containing plump and activates hydrating hydrates lips while providing intense pigment and an ultra glossy shine. Nou, het ziet er zo uit. En heb ik nog een kleur? Heb ik nog een kleur? Ik heb Mokkershine. Uiteraard heb ik een neutrale kleur gekozen. Dit was allemaal bij Boost Shop. Dit heb ik niet gezien op de Revolution website. Dus ik weet niet. Het ziet er zo uit.
Oh. Een beetje misgegokt. Het lange deel. Oh, dit is zo'n... Oké, ik ga eerst even een lippotloodje opdoen. Want dit ziet er heel erg balmy uit. We nemen de Iconic Nude. Beetje uitvagen. En dan. Ja. Wow. Pepermunt. Een beetje over mijn zijkant heen gegaan. Pepermunt. Wat mij opvalt is dat er helemaal niet een spoelie in die... kwassenset zat... Niet dat ik niet, dat ik die nodig heb, maar val me op. Wow, het gevoel van pepermunt. Ja, het is wel, kijk, het is een hele mooie kleur. Het voelt super fijn. Het is super glossy. Het is. Ja, heel mooi. Het ziet er heel mooi uit. Maar. Waar is hij nou? Hoe lang blijft dit zitten? Want ik had het op mijn hand gedaan. Eén swipe en het is helemaal weg. Ik zie er mooi uitgezond. Ik hou niet van te dewy. Ik hou wel van een gezonde glans. Ik hou ook heel erg van mat. Maar dat kan mijn huid gewoon niet hebben. ja, de blush. Ja, de blush. Jeetje, wat een pigment. Ja, mooie blush. Fijne blush. Maar voorzichtig ermee, want heftig pigment. De highlighter, ja, vind ik een grappig product. Het zit gewoon door mijn... je ziet het nog zitten. En het, nadat het gepoederd is, is het gewoon een grappig product. Eyeliner, weet ik niet. Weet ik niet. De kwasten vind ik op zich oké. Ik denk dat ik daar wel heel veel plezier van heb. Ik moet het nog even goed gaan bekijken. De 5 in de box, ja, leuk. Ik vind het een leuke set. En het is de eerste keer dat ik die 5 in de box van Catrice heb. Maar ik ben heel blij dat ik met deze begonnen ben. Want ik vind dit een super mooie combinatie. Deze, ja. Het voelt echt als een balm. Het tintelt ook. Het doet geen pijn of zo. Maar het is een heel heftig pepermunt echt proefje. Ik vind het een super mooie kleur. Het zit super comfortabel. Ik ben benieuwd als ik zo meteen een broodje ga eten, dan is het weg. Of koffie ga drinken. Maar ja, super. Ik vind het echt... Dit zou ik in mijn tas gooien en voor de hele dag zo. Je hebt geen gloss nodig. Het is echt... De kleur komt ook heel goed. Overeen met mijn natuurlijke huidskleur. Of lipkleur.
Dat hebben we nieuw geprobeerd. Ja. Nou, de rest had ik eigenlijk al, heb ik al geprobeerd of heb ik al ergens laten zien een keer. Of ga ik morgen op mijn gemak even opruimen. En dan, ja, leuk dat jullie gekeken hebben. Kijk even bij Bushop voor deze, voor die balmpout. Want die vind ik echt een pout. Het nadeel is dat het een beetje tintelt. Dat ga je automatisch zo doen. Dat is heel gek. Ja, nou, ik ben er blij mee. Ik ga even een vestje aantrekken, want ik ga natuurlijk niet in mijn t-shirt. En dan, ik doe even oorbelletjes in. Poeh. Dat hoeven jullie niet op te wachten. En zeker niet op mijn hoestaanval. Maar dat komt echt door de pepermunt. Dat is echt heftig. Ik ga kijken hoe het zit. Daar kom ik dan eind maart weer op terug. Dan ben ik 50 inmiddels. Als jullie, daar begin april, als jullie hiervan de update krijgen, dan ben ik al 50. Want ik word in maart 50. Dat krijgen jullie tegen die tijd wel te horen. Ik weet, ik ga met een paar vriendinnen lunchen. Met mijn twee beste vriendinnen en hun mannen. Met z'n zessen, met Dennis nu erbij. Kinderen mogen allemaal niet mee. Ja, zij hebben allemaal 4 en 5 kinderen en zo. Dus daar gaan we niet aan beginnen deze keer. Dus Wessel mag ook niet mee. Maar dat is de zondag voor mijn verjaardag. En dan gaan we de maandag van mijn verjaardag gaan we met z'n drieën high tea in Hotel De Zendes in Den Haag. En dat, ik weet als klein meisje, dat ik echt dacht, Hotel De Zendes, dat is het. En daar kom je als, ik kom gewoon uit een burgergezin. En daar kom je in principe niet, hè? Als gewoon arbeidersmeisje. Dus toen ik 40 werd, heeft mijn vriendin me meegenomen. Heb ik met die twee beste vriendinnen daar gehighteed voor de eerste keer. Toen was ik 40 en toen pakte ik echt zo die draaideur vast. En dacht ik echt, op mijn 40ste. Geboren en opgegroeid in Den Haag. Ik ben daar op mijn 25ste weggegaan. Op mijn 40ste liep ik voor de allereerste keer Hotel De Zendes in. En ik vond het geweldig. Dus nu ga ik met Wessel en Dennis op mijn 50ste weer terug om te high-tea'en. Dus daar verheug ik me op. Verder, ik ben blij dat ik 50 word. Maar ik doe nooit zo heel veel aan mijn verjaardag. En eigenlijk vieren we altijd alleen maar die van Wessel. Maar goed, met 50 moet je er wel iets aan doen. En dat doe ik toch gewoon met een paar mensen die belangrijk voor mij zijn. En natuurlijk met mijn mannen. Want die zijn het allerbelangrijkste, toch? Dat was hem. Leuk dat jullie gekeken hebben. Dit waren mijn verjaardagsplannen voor deze maand. Ik heb nu weer, ik heb ook nog een bestelling staan bij. Weer bij Makeup Revolution, maar dan met een, de base primer, zeg maar de dupe van Bobbi Brown. En ik heb een bestelling gedaan bij Elf met nieuwe producten. Dus die komt er nog aan. Verder komt er dus een Shop My Stash, die moet ik gaan opnemen en zo. Maar dat komt allemaal goed en dat komt er allemaal aan. En dat gaan we allemaal in maart online zetten. Ondertussen heb ik in maart ook de liplooks. 31 dagen liplooks. Daar had deze goed bij gekund, maar die was niet op tijd. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Bedankt dat je gekeken hebt en een hele fijne dag. Doei.